terug van weg geweest. Ondertussen op Gamers at HQ. Geen idee waarom het weg is. Geen idee waarom we het niet meer deden. Maakt niet uit, want soms gebeuren er nog steeds dingen die zeg maar leuk zijn op ons mooie Gamers at HQ. Alleen we hebben dus iets van, ja weet je, we maken er dan een vlog van of iets anders. Maar goed, soms kunnen we ook gewoon een los random item gooien. En dat is in dit geval dit ding. En dan denk je, wat is het? Nou ja, 1, het staat in de titel. 2, wij weten niet wat het is. Dus het schijnt iets te zijn van Xbox/Microsoft. We hopen een opblaasbare controller. We weten niet wat het is, maar dat gaan we dus nu gewoon live ontdekken. En we hebben een elektrische pomp, maar ik had zoiets van scheid. Mijn longen zijn nog in goede status, dus we gaan hem gewoon oppompen met mijn longen in een timelapse. Here we go. 420 blaashead. God, dit ding is echt super huge ook gewoon. Het is sowieso een controller. Oké, ik heb er zoveel spijt van nu al dat ik zei. Ik blaas het wel op met mijn longen. Wat is hier te lachen? Nou. Het is geheid een controller toch? Holy. Oké. Dat nu blijkt dat er weet je wel een ander gaatje is wat veel beter ervoor geschikt is en zo. We hadden hem echt moeten vullen met lachgas. Ik voelde een beetje een soort van B-merk doedelzak speler of zo. God, er zit zoveel speeksel op dit ding. Man, hij heeft zelfs gaten voor een drank, dat je in het zwembad kunt. We zijn er bijna. Dat hij straks gewoon knapt. Gewoon echt bam. Als je er echt op wil gaan liggen, denk ik dat ik nog wel een paar puffjes kan gebruiken. Oké, ik ben een beetje licht in mijn hoofd. Ik heb het net opgezocht. Hij is niet te koop. Sorry, het is een limited edition ding. We hebben er eentje, dus thanks Microsoft. Hij zit vol met mijn lucht, dus dat wil je niet weten. Ik heb net knoflook lopen vreten, dus hier binnen is niet te harde. Maar dit is hem, jongens. Ik weet het niet. Ik vind het ontzettend vet. Het is een limited edition ding. Hij is gigantisch. Doet een beetje denken aan het design van de oude Xbox controller. Die ook iets forser was dan deze. Maar nee, absoluut. Dit is gewoon twee drinkholders. Beetje dubieus eigenlijk. Maar ik vind hem super gaaf. Ik weet mijn god niet waar we hem neer gaan leggen. We gaan hem denk ik ook niet weggeven, want er is geen pakketje waarin we dit kunnen verzenden natuurlijk. En ik ga dit ding niet nou de lucht eruit laten, want weet je hoeveel werk het was? Je hebt het gezien. Maar super vet dat we dit mogen, hebben gewoon op GNHQ. We moeten een keer een poolparty gaan organiseren, dan kan hij lekker mee. Overigens, hij is niet compatible met de Xbox One, blijkt. Er zitten geen batterijen in, hij werkt niet. Dat is wel jammer, een beetje nadeeltje als we dat dan toch even moeten reviewen. Maar ontzettend vet dat Microsoft dit opstuurt. Dus ik ga denk ik gewoon sexy zo erop liggen en dan hebben we weer een super toffe goodie erbij om ergens hier op GNHQ neer te stallen. Geen idee waar. Fucking dope. Laat eens weten wat je ervan vond. Dit was een ondertussen op Gamers at HQ. Omdat soms is het nog leuk om dingen in losse video's te doen. Zoals nu. Laat ons weten wat je ervan vond. Cheers. Tot snel. Ik ben blij. En uitgeput.